Ik heb vandaag echt zoiets leuks. Stratego, maar dan in een piratenuitvoering. Nou, dat leek me gewoon echt heel, heel, heel erg leuk. Stratego is een spel wat ik vroeger als kind heel erg vaak heb gespeeld. Ik moet zeggen dat ik het nog niet zo heel vaak met mijn zoontje heb gespeeld. Wel een paar keer, maar nog niet zo heel vaak. Heel jammer eigenlijk, want het is echt een heel erg leuk spel waarbij je gewoon goed moet nadenken. En ook echt een hele goede oefening voor jezelf om ja, een beetje strategisch na te gaan denken, plannen, zetten en tussenstapjes te bedenken en zo. Dus het is wel heel erg een hele goede oefening. Iets wat je eigenlijk niet zo heel erg vaak op school leert. En ja, door een heel leuk spel wel dus doet. Nou, ik vond dit gewoon heel gaaf eruit zien. Ik ga de doos openmaken en dan ga ik jullie laten zien wat erin zit. In de doos zitten dus de onderdelen van het schip. Kijk hier, dit zit nog vast hier aan. Dus dat moet ik straks even allemaal gaan losknippen. Het schip moet ik dan dus gaan bouwen, in elkaar gaan zetten. Het piratenschip, nou, dat vind ik gewoon heel leuk. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit spel dan gaat zo met een schip. Ik heb zelf nog geen idee. Ik kan jullie dus even nog niks over het spel vertellen, maar even alleen laten zien. Straks zet ik de camera uit en dan ga ik alles rustig lezen. En dan ga ik ook even lekker een paar potjes spelen met mijn kinderen en mijn man. En dat wordt vast heel erg leuk. En daarna zal ik weer de camera aanzetten en jullie wat meer van het spel vertellen en laten zien. Nou, dit zijn de spelregels. Ga ik zo meteen flink doornemen. Dit zijn de kaarten die we dus nodig gaan hebben voor het spel. Het ziet er gewoon echt allemaal heel leuk uit. Nou, dit maak ik al los, dus dat moet ik niet kwijtraken. Ziet er wel echt leuk uit. Mooie tekeningen. Gewoon echt komische tekeningen. Ja, leuke haaien. Ja. Het ziet er echt aantrekkelijk uit, vind ik. Gewoon leuk. Iets waar je dan meteen zin in gaat hebben. En dit gaan we dan ook nodig hebben. Nog geen ideeën. Waarschijnlijk voor het in elkaar zetten van het schip. Oké, camera gaat uit. Wij gaan lekker de spelregels doornemen en spelen. En dan ga ik jullie zo meteen alles verder laten zien en vertellen. Mijn oudste zoontje en ik gaan nu samen een potje tegen elkaar spelen om jullie te laten zien hoe het spel gaat. We hebben hier, dit is zijn schip, dit is mijn schip. We hebben de kaarten die we nodig hebben om de zetten te plaatsen, hebben we hier in het midden gezet. Hij heeft hier aan deze kant van zijn schip heeft hij al zijn piraten. Ik heb hier aan deze kant van mijn schip heb ik dus al mijn piraten waar ik steeds uit kan kiezen welke ik op dek plaats. En om te beginnen moeten wij dus onze drie speciale kaarten, eentje met een buskruid, eentje met een aap en eentje met de vlag die dus de tegenstander probeert te zoeken, die gaan we dus een plekje geven. Dus mijn zoontje gaat proberen straks mijn vlag te vinden en die twee proberen hem een beetje af te leiden, hè? Oké, nou mag jij even niet kijken, maar jij de andere kant uit kijken en dan ga ik mijn vlag een plekje geven. Kijk, dan ga ik mijn vlag, kunnen jullie het zien? Even kijken, ja, zo, mijn vlag gaat hier. En dan ga ik mijn aapje daar plaatsen in mijn schip. En mijn buskruid krijgt ook een plekje. Nou, nu is het jouw beurt, Noah. Ik ga nu de andere kant uit kijken. En jij gaat jouw drie kaartjes een plek geven in je schip. Hoe was het ook alweer, Noah? Mochten we beginnen met drie piraten? Je mag beginnen met drie piraten, ja. Oké, nou. Jij bent klaar? Ja. Dan ga ik nu uit al mijn piraten die hierachter verstopt staan. Kun je misschien zo zien als ik mijn vlag een beetje zo optil. Kun je dat zien? Nee, kun je niet echt goed zien. Nou, even zo. Kijk, daar staan al mijn piraten. Uit al mijn piraten ga ik er nu drie kiezen. En die mogen nu op het dek staan. Ik ga die op mijn dek plaatsen. En ik ga die op mijn dek plaatsen. Oh, heb je hem gezien? Nee. Ga je ook ondertussen op je dek plaatsen, schat? En ik kan toch niet bij jou kijken. Ik heb helemaal niks gezien. Oké. Okay. Als je eens naar jou kijkt. Ik draaide hem per ongeluk jouw kant uit. En ik ga deze op mijn dek plaatsen. Nee. Deze. Zo. Laat ik even aan jullie zien. Dit heb ik op mijn dek. Die. En ik heb die op mijn dek. De nummertjes, dat is dus wat belangrijk is. En die staat op mijn dek. Oké, goed, dan gaan wij beginnen. Wil jij beginnen?
Oh nee, dus kop of munt, hè? Moet de kop of munten. Ja. Hier heb je dus haai of gelukkige piraat. De gelukkige piraat mag geloof ik beginnen, hè? Nee, wat je kiest. Als jij bijvoorbeeld haai kiest en het is haai, dan mag jij beginnen. Nou, zeg jij maar. Waar kies jij? Ik vind dat jij mag kiezen. Ja, maar ik vind het leuk om omhoog te gooien. Ja, dan mag jij kiezen. Gelukkige piraat. Gelukkige piraat. Oké, daar gaat hij. Woehoe! Haai, dus... ik mag beginnen. Woehoe. Even kijken. Wij hebben hier ook nog een kanon. Is die geladen? Kanon? Oké. Kanon plaatsen we eventjes hier. Ik mag beginnen. Ik mag een kaart kiezen en die mag ik omdraaien. Ik ga deze omdraaien. Zo. Ik zie hier een piraat die aan het enteren is. Moet je hoesten? Ja, hoest maar even. Gaat ie? Ja. Ja, oké. Oh. Heb je verslikt? Nee. Oh, arme schaap. Oké, ik mag enteren. Ik ga jou enteren. Ik enter jouw schip. Zo, ik ga even... ik zet mijne hier zo neer. Zodat hij het niet kan zien. Hebben jullie gezien? Daar staat mijn kaart. Oké, en dan ben jij aan de beurt. Jij gaat enteren. Jij gaat mij enteren. Heb je het gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Oké, goed. Wat nu? En dan ga ik deze nu omdraaien. Een regel is, je mag dus niet de kaart draaien die net door je tegenstander is gedraaid. Dus hij heeft, ik weet niet meer welke hij ook had omgedraaid, die volgens mij. Okay. Die mag ik dus niet omdraaien. Oh, je hebt deze gedaan? Oké, ja. Ik vind dat zo lastig onthouden. Oké, ik ga deze omdraaien. En ik krijg aanvallen. Ik mag dus kiezen. Ik mag met mijn piraat op zijn schip een van zijn piraten aanvallen. Of ik kan zeggen, ik val met mijn piraat hier een van zijn piraten aan. En ik denk dat ik dat ga doen. Is dat slim om te doen? Laat me even nadenken. Hoe slim is dat? Wel of niet? We gaan het gewoon doen. Ik val jou aan met mijn... ik weet het niet. Met alles aanvallen. Ja, dan zal ik je hier aanvallen. Ik val jou hier aan. We gaan het gewoon proberen. Ik val deze piraat van jou aan. Ik heb een 4. Tegen een 7. Oh. Ik val aan met een 4 tegen zijn kapitein. Dus ik heb verloren. Ik ben mijn piraat kwijt. Maar ik weet nu welke zijn kapitein is. Dat is zijn kapitein. Oké. Okay. Mijn piraat... is dood. Die gaat uit het spel. Die heeft verloren. En dan ben jij? Deze. Ja. Jij mag schieten door mijn zeil. Dus hij gaat nu het kanon pakken. We gaan even jouw schip opzij duwen. Dan heb jij beter de ruimte. Hij mag nu mikken. Maar je moet wel eerst zeggen, geloof ik, welke piraat wil jij dood hebben van mij? Deze. Die. Als hij dus hier door het gat weet te schieten, dan is mijn piraat die hij net aangewezen heeft, die is dood. Die mag hij uit het spel pakken. Of die is bewusteloos, klinkt wat aardig. Nee, hij is er niet doorheen, hè? Heb je hem gezien? Ik heb hem niet gezien. Nee, ik heb hem niet gezien. Zag je dat? Ja. Nee, ik heb niet gezien wat het plaatje... Ik zag hem wel draaien, maar ik zag niet wat op het plaatje was. Oké, ik ga deze omdraaien. En ik krijg doodskop. Dus dat betekent, ik mag nu tegen zijn doodskop gaan mikken. En als ik hem raak, dan... ik mag dus een piraat kiezen. Ik kies dus zijn kapitein. En die zet ik dan hierop. En als het goed is... Alleen, wij merken vaak dat het niet werkt, hè? Ja. Als het goed is, als ik hem raak... Dan moeten zijn piraten vanaf geschoten worden. En dan is hij dus in zee en gaat hij het spel uit. Maar tot nu toe gebeurt er niet echt wat. En dus moet jij heel goed opletten of ik hem raak. Wat is de afstand, Noah? 30 centimeter, hè? Ja. Is dit zo 30 centimeter of moet ik verder naar achteren? Ik vind dit goed. Jij vindt dit goed? Oké. Jij kijkt of ik hem... raak of niet, hè? Daar gaat hij. Opletten. Ah! Mis! Hij bleef steken, zag je dat? Doei! Ja, precies. Hij bleef steken. Dat is jammer. Oké. Als je haar is gewoon flesjes gelukt. Ja. Oké, nou dan ben jij aan de beurt. Tweeling, deze. Nee, die heb ik net omgedraaid. Dat mag niet. Oh. Ja, dus je moet de andere kaart. Dan deze. Jij gaat enteren. Nee, dat wil ik niet. Ik heb nog geënterd. Ja, dan sla je een beurt over dan als je... Oh nee, je mag terug enteren, hè, dan.
Dat wil ik niet. Ja, maar je moet volgens mij wel enteren, of niet? Zullen we even de spelregels bijpakken? Hele spelregels bijpakken. Slinger naar het ander schip. Je mag één van je piraten van jouw schip aan boord van het vijandelijk schip plaatsen. Daar moet je veel moed voor hebben, maar het is nodig om de overwinning te behalen. Eventueel mag je ook een stuk terughalen. Daar is veel minder moed voor nodig, maar soms is het verstandig. Nou, in jouw geval wil jij dus gewoon zeggen, ik sla een beurt over? Maar dan doen we dat. Dan slaan we lekker mag jij een beurt overslaan. Wat was het ook weer wat je net omgedraaid? Ik weet het niet meer. Deze. Ja. Nu ben ik. Wat wil ik? Ik denk dat ik jou ga aanvallen weer. Ik ga aanvallen. En ik val jou aan met mijn kapitein. Val ik hem aan. En dan zeg jij welke kleur? Boris bommengooier. Ja, maar die verliest, hè? Ja. Oké, dus dan heb jij... ik heb 7, dus ik heb mijn kapitein. En ik val zijn nummer 2 aan. Dus die mag uit het spel. Wow. Zullen we hem daar plaatsen? Ja. Oké. Dan ben jij. Wat kan ik nu nog doen? Een nieuwe piraat. Hij mag een nieuwe plaatsen. Die gaat op zijn schip... Dat is spannend. Oké. Okay. Nou, dan ben ik weer. Ik ga natuurlijk weer deze draaien. Ik wil jouw kapitein er gewoon uit hebben. Dus we gaan weer mikken. Jij gaat weer goed opletten of ik jouw schedel raak. Gaan we weer. Hij zit erin. Hopelijk gaat hij nu niet klemmen. Was ik nu ver weg genoeg of moest ik verder? Ja, gewoon. Is hij goed? Ja. Oké, okay, daar gaat hij. Let op. Ah, ik kan niet mikken, zie je dat? Geluksvogel. Weer te slap. Wat zeg je? Weer te slap geschoten. Weer te slap, ja. Hè, ik ben slap, hoor je dat? Ik ben een slappe kapitein. Oké, okay, jij bent. Wat ga jij draaien? Nee! Oh, jij gaat slapen. Jij slaat een beurt over. Okay. Ik slaap een beurt over. Jij slaapt een beurt over, inderdaad. Ik ga deze draaien. Oh, ik word aan de haaien gevoerd. Dat is toch niet fijn? Even kijken, ik moest de kapitein van mijn schip kiezen, hè? Ja, ik wil die. Mag jij dat kiezen? Ja, deze. Asociaal. Die gaat erop. Asociaal. Drie, en dan, jij gooit... Twee. Wacht even, gooi je wel hier dat ze het kunnen zien? Ja. 3, 2, 1, go. En hij wordt aan de haaien gevoerd. Hij gaat eruit. Je bom. Mijn bom. Ongelooflijk. Ik had er zo vermoeden. Daarom neem ik altijd Boris bommen gooien als eerste in het risico dat iemand een bom heeft mij verslagen. Ik had je verslagen. Dan ben jij. Ja. Kies ik. Aanvallen. Beurt overslaan. Jij slaat een beurt over. Ja, ik kan niet aanvallen. Nee, dat is waar. Je kan niet aanvallen. Ja, wat ga ik doen? Even kijken. Jij hebt die gedraaid. Deze was enteren, geloof ik. Maar ik wil niet echt enteren. Ik weet het niet. Wat gaan we doen? Wat was deze ook alweer? Weet ik niet. Nee, dat ga je me natuurlijk ook niet vertellen als je het wel weet. jij had aan deze net gedraaid, hè? Dus ja. Die mag ik niet aan draaien. Wat was dit ook alweer? Ik weet het niet meer. We gaan er gewoon aan draaien. Dan zien we het wel. Dit is... Enteren. Nee, ik wil ook niet enteren. Ik sla ook een beurt over. Dan mag jij. Ik kies deze. Ah, een nieuwe piraat. Dat is handig. Je hebt toch al 3? Die wil ik ook eigenlijk. Je mag er meer dan 3, toch? Ja. Oké, ik moet even opletten. Want ik moet wel kijken waar je kapitein blijft. Ja. Het worden er steeds meer. Ja, het worden steeds meer. Ik sta daar in mijn eentje met maar 1 piraatje. Dat is een beetje zielig. Oké, ja, dit is ook volgens mij een nieuwe, hè? Ja. Zo, dan mag ik weer een nieuwe pakken. Welke gaan we pakken? Pakken. We gaan deze pakken. Ik ga even aan het publiek laten zien. Kijk, die heb ik gepakt. Zo. En dan mag jij. Ik kies... Die heb ik net gedraaid. Ja. Je gaat me aanvallen. Hoe dan? Overslaan. Je gaat de beurt overslaan. Oké. Okay. Ik kan niet. Ja, dat is waar. Ja, dan ben ik weer. Nou, we gaan gewoon kijken wat hierachter zit. Enteren. We gaan enteren. Weet je wat ik doe? Ik ga deze doen.
Ik ga enteren. Woe, ik zwaai naar jouw schip. Ja, even kijken, kunnen ze het zien als ik het zo doe? Kijk, daar heb ik mijn piraatje heen geënterd. Oké. Okay. Ik ben... Jij bent... Welke wil ik nog? Aanvallen. Jij gaat aanvallen. Deze. Jij, oh, jij valt me nummer 1, val je me aan. En nou lach je natuurlijk heel erg hard. Ja, precies. Zijn spion valt mijn kapitein aan. En mijn kapitein verliest dus van een spion. Dus ik hoopte eigenlijk een van hem te grazen te nemen. Maar je bent me te slim af, jij. Ik heb mijn Boris Bobbelgooier al te grazen genomen. Ja. En ik heb onthouden welke dat was. Of ja, je wist dat ik met mijn kapitein kwam. Jij slimmerd. Je bent echt te slim voor mij. Want je hebt nooit met je kapitein aangevallen. Ja, ja, dat was de laatste die er was. Ik heb nog nooit... Nee, dat klopt. Ik val normaal nooit met mijn kapitein aan. Oké, goed. Nee, dat is een goeie voor jou. Wie van ons twee is? Ik, hè? Jij, want ik heb dit aangevallen. Ja, dat is waar. Oh, hij is veel te slim voor mij. Ik ga... Oh nee, die heb jij net gedaan, hè? Aanvallen. Ja. Dan gaan wij deze dan maar omdraaien. Wat zit hierachter? Enteren. Nou, wij gaan enteren. Huppakee. Ik ben... Ja. Naar de haaien. Jij gaat naar de haaien. Welke zet je erop? Ja, maar ik weet niet of ik mag kiezen. Misschien mag jij kiezen. Even kijken. Ai, je tegenstander. Oh ja, dat ben ik dus. Mag één van jouw piraten. Dus ik mag eentje naar de haaien sturen. Nou, dit is nog steeds jouw kapitein. Ik ga jouw kapitein op de loopplank plaatsen. En wie gooit? Jij gooit of ik gooi? Ik. Probeer hier in het midden te gooien. Dan kunnen ze kijken wat het wordt. Oh, sorry. Dat was gewoon laten vallen. Dat was laten vallen. Dat prima. Telt niet. Dat telt niet. Vooruit. Hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Jij gooit gewoon op de grond. Het is wel een hai. Ah, hij is dubbel gevallen. Weer een hai? Nee, niet meer. Wat was het? Hij ging van de dood geleden eraf en ging op gelukkig een piraat. Nou, we doen dat hij dan hier op tafel moet komen. Dus even opnieuw dan. Ja? Oké. Okay. Goed, Mikke? Nee, ja. Daar gaat ie. En... Gelukkig piraat. Oh, jij hebt veel te veel geluk voor mij. Echt ongelooflijk. Mijn piraat gaat er niet aan. Oh, ik moet en zal die kapitein te grazen nemen. Even kijken. Maar jij kan mij helemaal niks meer doen. Nou, ik ga weer gewoon proberen... Te schieten. Te schieten. En dan moet ik even wat meer mikken. Let jij weer op? Ja. En ik ga weer voor jouw kapitein natuurlijk. Want je hebt de mijne al afgepakt. Oké, daar gaat hij. Daar gaat hij. Mikken. En... Oh, yes! Ik had hem. Meens? Nee, ik eigenlijk niet. Want ik dacht dat hij... Ik heb hem geraakt! Ik dacht dat hij er overheen ging. Oh. Ik vind het tellen. Nee. Als jij zegt van niet, dan is het van niet. Oké. Okay. Maar de kijkers, die hebben het gezien. Die kunnen in slow motion... kunnen ze zien of ik wel of niet geraakt had. Maar goed, jij zegt van niet, dus van niet. Oké. Okay. Goed, dan ben jij. Ik laat het gewoon opgedraaid, want je weet toch al welke het is. Nee. Misschien vergeet ik het weer. Ik vergeet zo snel dingetjes. Jij bent. Welke ga je omdraaien? Die heb je net omgedraaid. Ja, die heb ik net omgedraaid, ja. Ik weet nog welke dit is. Ja, die hoopte ik ook te hebben, ja. Oké, wie... Ja, jij gaat dus die proberen. Hij gaat in het gat proberen te mikken. En als hij raakt, ben ik mijn piraat kwijt. Nee, ik heb geluk. Ja, ik had niet eens een piraat gekozen. Nee, ik had maar één. Dus meer kon ik er niet mee. Zo, jij bent. Ik ben. Ik ga deze omdraaien. En ik mag enteren. En ik enter mezelf terug naar mijn schip. Lekker veilig. Dat ben jij. Ik ook enteren, bedankt. Ah. Jij gaat mij enteren. Ik heb toch niks meer. Oh, met welke deed je dat nou? Was dat je kapitein? Nou weet ik het niet meer. Waar stond die? Welke heb je gepakt? Was het die of was het... Maar je hebt net zelf gezegd dat je het kon vergeten. Ja, nee. Ik vraag alleen waar die stond. Ik heb niet gevraagd welke is het. Stond hij hier of stond hij daar? Want ik heb niet gekeken toen je hem pakte. Volgens mij hier. Oké, als hij daar stond, was het je kapitein. Oké, goed. Dan ga ik die omdraaien. Want dan mag ik een nieuwe piraat in het spel brengen. En ik breng deze in het spel. Heb je gezien mijn nummer? Oké. Goed, hij komt hier, kijk. Ja. Hier komt hij, mijn nieuwe. Ik ben... En dan ben jij. Spannend. Aanvallen. Oh, jij gaat me aanvallen. Ik ga met mijn kapitein natuurlijk jou deze aanvallen.
Dat is nummer 3. Want ik weet bijna zeker dat je die spion gaat kiezen. Ik heb het niet gezien, maar ik weet het bijna zeker. Want je wist dat het mijn kapitein was en dat wou je weten. Hij valt met zijn kapitein maar nummer 3 aan. Ik sta er niet zo goed voor, hè. Dat is wel heel erg jammer. Oké, okay, dan ben ik. Welke zullen we draaien? Ik draai deze. En dat is weer een nieuwe piraat. En dan plaatsen wij deze. Oeh, eten is klaar. Mijn man komt met het eten. Ja, zullen we gewoon pauzeren? En dan komen we even lekker rustig eten. En gaan we straks verder. Ja? Oké, okay, druk nou op pauze. Nou, we zijn er weer. Lekker gegeten. We hebben alleen een probleem. We weten niet meer wie er aan de beurt was. En wie van ons nu moet spelen. Dus jij hebt bedacht. Haar kop of munt doen. Of tenminste, vrolijke piraat en hij. Gooi weer in het midden. En hij moet op tafel eindigen. Dan telt het. Hij staat op. Kun je het zien? Vrolijke piraat. Maar wie is er aan de beurt met vrolijke piraat? Ik had in het begin toch vrolijke piraat en jij had hij. Oh, oké. Okay, prima. Dus jij bent. Jij hebt vrolijke piraat. Oké, okay, goed. Ja. Enteren. Jij gaat maar enteren. Heb je hem gezien? Ja. Oh. Nee, die tweede heb ik niet gezien. Ik heb je kapitein gezien. Oh, ik dacht dat je zag dat hij niet omdraaien. Nee, dat heb ik niet gezien. Even kijken. Wij gaan weer proberen te schieten. Want ik wil jouw kapitein. Nog steeds. Ik wil hem gewoon hebben. Jij hebt de mijne, dus ik wil die van jou. Sta ik zo ver genoeg? Ja. Oké, ga je goed kijken? Ja. Even kijken. Goed kijken, blijf er naar kijken. En ja, ik had hem. Ik had hem. Weg met die kapitein. Woeha. Jij weet hoe die alsnog doet. Je moet heel hard drukken. Oh, daarboven moet hij. Ja. Oké, okay, dus ik moet niet onder mikken, maar boven. Oké, okay, ik ga wat proberen wat boven te mikken. Oké. Okay. Ik heb toch nog sterke piraten. Ja, je hebt hele sterke piraten. Jij bent aan het winnen, lieverd. Ik ben aan het verliezen. Oké, okay, en dan ben jij? Ja, ik ben. Een nieuwe. Oké. Okay. Ik draai deze. Oeh, ik mag weer schieten. Jij hebt die net in het spel gedaan. Zullen we die dan gewoon gelijk doen? Zullen we die gelijk doen? Zo. Gaan we weer mikken. Als het goed is, moet die nog goed staan, hè? Oké, okay, let je op. Ja. Daar gaat hij. Woehoe! Hij deed het! Hij werkte! Hij schoot weg! Dus naar boven. Oh, je bommetje. Ik heb je bommetje. Ik heb je bommetje. Daar gaan al sterke piraten. Daar gaan al je sterke piraten. Ja, nu gaan we gelijk op bijna. Hè? Ik ben er 4 kwijt. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Jij hebt er 3 kwijt. Nee, jij loopt nog steeds voor. Oké, okay, dan ben jij. Ik ga wat vaker die draaien. Dat vind ik wel fijn. Aanvallen overslaan. Jij gaat aanvallen overslaan. Ja, want dat kan niet. Ik krijg hem niet meer in. Oké, okay, je gaat aanvallen overslaan. Goed. Ik weet niet meer wat dit was. Dus ik draai hem gewoon nog een keer. Enteren. Ik moet enteren. Ik ga deze doen. Oké. Okay. En dan ben jij? Ja. Wat is het ook weer? Ja. Aanvallen. Jij gaat mijne aanvallen. Met welk nummer? 6. Tegen nummer 1. Mijn spion. Mijn spion vecht, want hij valt mij aan, tegen zijn onderkapitein, of hoe ze ook weer heet. Jij wint, hoe heet ze? Dora. Maar waarom deed je spion met die spion? Kan hij de kapitein verslaan? Ja, maar heb jij nog een kapitein? Nee. Dus heb ik daar iets aan? Nee, maar dan heb je tenminste de keuze om niet dood te laten gaan. Ja, maar nu weet ik welke je nummer 6 is. En dan ben ik, hè? Ja. Dat is handig, want nu ga ik weer deze omdraaien. En ik weet dat dit jouw nummer 6 is. En net lukt het me ook al om al 2 keer. Dus wie weet lukt het me nu weer. Daar gaat hij, let je op. Ja. Telt dat ook? Nee. Ik schoot hem er vanaf. Dat telt niet. Geluksvogel. Jij bent
Dat Barret en dat is entry. Enteren, jij gaat maar enteren. Jij entert mij. Welke heb je omgedraaid? Die, hè? Ja. Nee, dat is aanvallen. Welke heb je gedraaid dan? Deze? Ja. Oh, dan mag ik deze nu doen. Dus dan mag ik weer schieten. Ah! Was dat nou die ene? Ja, dat was die ene. Mocht ik die er nou ook op zetten? Mag ik zelf kiezen welke? Je mag wel kiezen welke, maar niet van het jouw schip. Jij mag... Oh, hé. Hey. Je mag zonder te kijken een piraat van je tegenstander uitkiezen. Ik moet zonder te kijken. Ah... Oh. Dat op één van beide schepen staat. Nou, zonder te kijken kies ik deze. Hoe kies ik dan zonder te kijken? Ja, zonder te kijken wat het is, toch? Ja. Dus dan hebben we het toch wel goed gedaan iedere keer. Oké, okay, gaan we weer. Kom op. Schiet maar af. Nee. Oh, je hebt niet eens gekeken. Je zit aan de achterkant te kijken, maar vooruit. We weten nu dat als ik heel erg goed schiet, dat hij eraf vliegt. Hij kwam er wel tegenaan. Oké, okay. Jij bent. Arkaboobieshoe. Nee, die heb ik net omgedraaid. Arkaboobieshoe. Jij gaat me enteren. Jij entert al met 2. Even kijken. Die... Welke ga ik omdraaien? Wat zit hieronder? Ik weet het niet meer. Aanvallen. Ik moet er eentje aanvallen. Jij lacht me uit. Ik ga die aanvallen. Die? Ja, met mijn nummer 3. Dan ben je er geweest, het is nummer 5. Oh, nummer 6 en een nummer 5 op mijn schip. Oh jee. Dan ga je nu voor mijn vlag natuurlijk. Jij bent... Ik ben er geweest. Je vlag? Je valt me aan. Even, de kruiptom. Ja, we moeten het even uitleggen. Hij valt me aan en normaal moet hij dus een piraat aanvallen. Alleen in dit geval heb ik niks, geen verdedigende piraat meer op mijn schip. Dus mag hij gelijk een van mijn kaarten pakken. Heeft hij dus gedaan. Hij heeft een kruiton gepakt. Maar met welke piraat heb je me nou aangevallen? Ja, dan ga je natuurlijk nu je laagste zeggen. Nummer 5. Ja, dat mag nu niet meer. Dus we doen nu dit. Want je had eigenlijk vooraf moeten zeggen welke piraat het was. Zo, nou weet je niet wat is. Welke piraat heb je de aangevallen? Die. Welke is het? 6. En die 6 heeft bij mij mijn buskruid gepakt, dus die is opgeblazen. Mijn buskruid is weg, maar zijn piraat is ook weg. Die is er geweest. En ik kan nog een rondje door. Goed, jij hebt me aangevallen met 10. En ik weet even niet meer wat daaronder zit. Ik kan een nieuwe piraat in leven roepen. Zo. Ik roep een nieuwe piraat in leven en ik roep deze in leven. Die gaat dus op mijn schip verdedigen, zodat hij niet weer mijn vlag mag proberen te pakken. En dan ben jij. Jij gaat enteren. Nou, nu zijn er 2 op het schip. Hij entert. Je hebt hem hier gezet, geloof ik, hè? Ja. Oké. Okay. Nee, ik wil niet enteren. Ja, ik sla een beurt over. Ik ga niet enteren, want anders dan pak je mijn vlag. Jij gaat enteren en jij entert die terug. Dat was die je net erheen had gebracht, hè? Ja. Ja. Oké. Jij hebt geënterd, hè? Ja. Dus dan ga ik die aanvallen. Ik ga deze. Zet jij me weer op? Gaan we weer. Oké, ik moest proberen er tegenaan. Jee, hebben ze tegenaan. Ja, hij is moeilijk om hem te laten schieten, hè? Nu wil hij opeens niet. Nu wil hij niet meer. We hebben piraten erop en zodra ik hem eraf al gaat hij gewoon omhoog. Nee. Nog een keer, ja, en nu vliegt hij eraf. Kupie. Welke is het? Je spionnetje. Nou, dan ben jij. Dan doe ik... Kapang. Nee, die heb ik net gedraaid. Die heb je niet. Jawel, want ik heb net geschoten. Kijk maar, ik heb net geschoten. En dit is de enige die erop staat. Is er ook een andere? Ja, er is nog een andere, ja. Oeh, jij gaat tegen mijn... Ja, die enige jij probeert is. Mijn enige piraat eruit te schieten. Nee, oh, dat ik dat ging niet tellen, want ik wil gaan richten. Oh, nou hier, ga maar richten dan. Vooruit. Nou, goed richten dan, hè. Ah, ja! Oh, het
dak aan het... Hij botste tegen het dak en viel toen zo... Oh. Hij kwam tegen mijn mast. Oh. En toen viel die erin. Oké, jij hebt geschoten. Dus ik ga maar weer een piraat dan maar weer in het leven roepen. En wij gaan deze. Dat wordt hem. Oké. Dan ben jij. Jij gaat aanvallen. Krop, ik eet jou op. Ja, eet me op. Mijn nummer 5 tegen... Jouw nummer 5. Dus zijn we allebei dood. Gelijk spel. Ja, dus allebei hebben ze elkaar verslagen. In een zwaar gevecht vallen ze beide van het schip af. Het spel uit. Nee, het spel uit. Niet bij andere piraten. Het spel uit. Zitten hier nog meer piraten die je al gebruikt hebt dan? Nee. Oké. Oh jee, ik heb nog maar 2 piraatjes over. En jij hebt 4. Ja, maar dat is meer dan 2. Oké, dan ben jij. Heel goed. Oh, nee, maar geef nee, je hebt me aangevallen. Ik ben. Ja. Welk was ook alweer wat? Ik doe deze. Ik mag schieten, dus dat betekent als ik raak schiet, dan mag ik raden. Dat is alleen bij het zelf. Dan mag ik er 1 pakken. Nee, ook bij deze. Kijk, ik pak hem erbij. Ik pak hem erbij en ik doe hem zo, dan kan iedereen met mij meelezen. Schiet tegen de doodskop. Even kijken. Nee, dat staat niet daar, maar dan staat hij hier. Nou, hij staat er echt. Echt waar. Ik weet het heel erg zeker. Ja. Je wint als je de vlag van de tegenstander verovert. Je mag in 2 situaties de vijandelijke vlag proberen te veroveren. 1. Jij staat met een piraat op het vijandelijk dek, terwijl er geen verdedigende piraten op het dek staan. En je hebt het kaartje aanvallen gedraaid. Of je hebt met een kanon de doodskop geraakt. Nou, dus als ik dat raak, dan mag ik dus een kaartje kiezen. Ja? Mee eens? Ja. Oké dan. Daar gaat hij. Kijk jij weer? Ja. Daar gaat hij. Klaar voor de start? Ja. Go! Nee. Oh. Heb jij weer even geluk? En dan ben jij. Nou, jij gaat ook schieten. Nog even, ik moet hem even goed zetten voor je. Ja, alsjeblieft. Let je op? Ja, ik let op. 3, 2, 1. En? Volgens mij raak. Volgens jou raak? Oké, nou, ga maar pakken, een kaartje. Struggle. Nee, stop maar af. Een aap. Wat is er ook voor bij de aap? Die mag weer terug. Proberen? Nee, de aap. Dan heb je gewoon pech. En dan mag die weer terug. Maar er stond toch, je mag het nog een keer proberen. Ja. Ik ga het wel lezen. Maar ik weet heel zeker dat het er niet stond. Aap. Niet goed en niet slecht. De aap gaat terug op zijn plek. En je mag het in een volgende beurt, als je weer aan de voorwaarden voldoet, nog eens proberen. Oh. Nou, je hebt wel gelijk dat je nog eens mag proberen, maar niet tegelijk en niet meteen. Dat zou mooi zijn. Even kijken, dat ben ik. Wat zullen we pakken? Wat zullen we draaien? We gaan deze draaien. Enteren! Nou, ik heb niks om te enteren. Stop jij. Enteren! Nou, ja. Ik enter met een onzichtbare piraat. Nou, dan val ik je aan met mijn onzichtbare piraat. Zo. Pats. Gooi ik hem er zo af. Hey. Ik draai ondertussen deze om. Ik mag er weer eentje neerzetten. En die gaat aan dek. En dan ben jij. Je hebt hem nog niet laten zien aan de tegenstanders. Maar ik heb hem niet laten zien inderdaad. Aan de tegenstanders spelen de mensen tegen ons. Nou, hey. Dan verliezen we dik. Die heb ik net gedraaid. Of op het dek geplaatst. En dan ben jij. Dat wil ik. Ik kies deze. Ja. Oh. Jij gaat maar er ook eentje op je schip zetten. Maar ik heb nog sterke piraten. Die heb je al mijn sterke uitgeschakeld. En ik heb wel al jouw sterke hele veldslag uitgeschakeld. Ik ga deze omdraaien. Ik mag aanvallen, maar er valt niks aan te vallen. Dus dan ben jij. Ja. Daar is er nog. Jij gaat enteren. Dan ga ik weer doodschop schieten. Dood. En dan is dat hem. Zet jij hem weer neer? We gaan weer mikken. Jij let weer op. Goed kijken. Maar voortaan vind ik wel dat je weer naar beneden moet buigen, zodat je ook moet richten. Hè, wat moet ik doen? Oké, zo kijk. Mijn zoontje vindt, ik moet zo doen, zodat ik ook moet richten. Jij denkt dat ik
Dat telt niet. Okay. Gelukkig. Ik was nog bezig hem neer te... Ik wilde hem nog neer gaan zetten. En toen schoot hij uit mijn handen. Ik deed dat ook. Ja, dat klopt. Had jij net ook. Oké, daar gaat hij. Let je op. Ja. Nee. Nee. Ronder. Mis. Nou, daarmee. Ik weet niet of jij het op. Hij leek helemaal die gleut naar beneden te schrijven. Hmm. Jij bent. Zo. Oh ja, mijn zat nog op je ja, schip. Ja, hij was op mijn schip. Nee, dat klopt. Daar heb je gelijk in. Nee, die had ik net gedaan. Volgens mij heb je deze nee, nee, gedaan. Nee. Ik heb echt de bovenste gedaan. Jij gaat entrain. Jij slaat over? Ja. Oké. Nou, dan ga ik. Nee, ik val je maar aan. Ik heb een 2. Wist ik bijna zeker, want ik kon niks anders bedenken. Een 4. Nou, dan ben ik hem weer kwijt. En dan ben jij weer. Ja. Ik heb niks anders te doen. Ik ga schieten. Aanvallen kan ik toch niet. En jij gaat aanvallen. Schieten. Sorry, jij gaat schieten. Jezus. Nou ga jij mikken. Nou, daar gaat hij. Oeh, nee. De vorige had ik zo gelukt op pijn. Kees. Nou, hou kanon maar klaar, want ik ga schieten. Ja, ik moet even zorgen dat ik tijdens het mikken niet per ongeluk ga schieten. Oké, we gaan die er weer op plaatsen. Nee, ben ik dood. En daar gaat hij. Oh. Sorry, ik heb gezien welke het was. Dat is toch wel een ja, en die kan ik ook zien, want die heb je niet omgedraaid. Dit zijn mijn reservepiraten. Dat zijn je reservepiraten. Oh, je denkt, je wint al van mij met wat je nu hebt. Ja, ik hoor het alweer. Jij bent... Kijk, ik stond mijn reservepiraten eronder. Ik weet niet welke vorige reeks je hebt geplaatst. Jij bent schat. Wat wil ik doen? Ik heb niks te doen. Ik heb wel iets te doen. Maar wat? Ik heb dit te doen. Nieuwe piraat! Weer een piraat. Zie je, die reservetjes helpen me heel goed. Ik zie het. Ik ga deze draaien. Enteren. Ja, dat kan ik niet. Dan ben jij. Ik wil mooi kunnen. En nee, vroeg. Weer een piraat. Mijn leger gaat langzaam voller en voller. Jij bent. Ik kan niet echt veel doen. Ik ga aanvallen. Oh, verkeerd. Ik had die andere willen doen. Jij bent... Ja, dan draai ik deze om. Jij entert mij. Ja, met mijn sterkste piraat. Jij bent... Dan ga ik een piraat in het leven roepen. Deze. En dan ga ik schieten. Schieten? Oh ja. Ja, dat had ik eigenlijk moeten doen. Hè. Ik had eigenlijk moeten schieten. Dat telt was niet. Je raak? Nee, ik was aan het richten. Je was aan het richten, oh sorry. Maar het was wel raakgeschoten. Ik was niet eens aan het opletten. Ik zat te kijken of ik... Maar ik had raakgeschoten toen ik aan het richten was. Zo... Hij was raak, maar ik weet niet of het telt. Had hij geteld als hij had gemist? Nee. Oké, want je zei je bent nog aan het richten. Oké. Ben je klaar met richten? Zeg wanneer je gaat schieten. Dan kunnen we hem tellen. Was je nog aan het richten? Ja. Zie je dat ding omhoog trekken? Ik denk, volgens mij is het niet de bedoeling. Oké, weet je wat we afspreken? Voordat we echt daadwerkelijk schieten, zeggen we kanonnen los! Ja. En dan weten we dat het telt, ja? Kanonnen los! Oh, die was raak. Die was heel erg raak. Daar gaat mijn laatste piraat. Ja. Oh, hoe kan ik nou nog winnen zonder een piraat? Nou, niet. Nee, precies. Zo, afblijven. Die heb jij net gedraaid. Kom, ik maak nog een kans, ja? Ja, dan kan je ook altijd alleen schieten. Zo, ga jij me nu al verklaren als zijnde dat ik heb verloren. Ik ga schieten. Ik kan heel veel doen met schieten. Weet je nog wie het vorige potje had gewonnen? Jij? En waarmee? Schieten. Met schieten. Daar komt die kanonnen los! Dat ook. Ik heb hem zelf van je schip afgeschoten. Echt, die piraat heeft het niet overleefd. Ik heb hem zo geraakt. Had een kogel en je zat zo'n kanonnenvrij vest. Had een kanonvrij vest. Ja, 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 ja. Hey, even niet zo bijt op je trui, schat. Oké, okay, jij bent. Nou, maak het maar af. Kanonnen los. Jij valt me aan en mag dus een kaart pakken. Pak je weer een aapje. Hoe kan dat nou? Jij onthoudt alles zo goed. En jij pakt al 2 keer het aapje. Dat kind toch? Even kijken, welke ga ik dan draaien? Ik weet het niet meer. Wat zit hieronder?
enteren. Nee, daar ga ik niks mee met enteren. Ja, jij bent. Er was nog een aanval, net als deze. Jij valt me aan. Ja, je hebt mijn vlag. Laat maar zien aan de mensen. Ik heb gewonnen. Gefeliciteerd. Ik geef jou een hand. Dat doen we even zo. Kunnen de mensen zien dat je een hand krijgt. Gefeliciteerd. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe het spel Zeeslag Piraten gaat. Vond je het leuk om te doen? Ja. Ja. Vind je het filmpje leuk? Laat je ook je duim zien? Geef ons dan hier 3 duimen zie je al, hè? Geef ons dan een like. 4. Of de andere duim erbij. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doepa doe!